Eerst waren het de Chinese restaurants en toen de wokrestaurants die heel populair waren. Nu zie je overal de all-you-can-eat sushi restaurants verschijnen. Wij vroegen ons af hoe het zit met de kwaliteit en veiligheid van de sushi. Voor dit onderzoek hebben we in een laboratorium de sushi van 20 verschillende sushi restaurants laten testen. We hebben sushi met tonijn, zalm en ei getest en ook sushi met avocado en surimi. Dat is een soort nepkrab. Daarnaast hebben we de sushi ook laten proeven door een panel van 8 echte sushi-kenners en liefhebbers. Ja, goede sushi is de sushi met de goede rijst. En voor ons is sushi ook geschiedenis. En ook moet kunst zijn. Wij eten sushi niet alleen maar met monden, maar ook met ogen. In Japan? Wordt het eigenlijk? Nee, dat is niet waar. Ik heb in Japan gewerkt. Een Japanse collega van mij in Dubai. En die maakte voor mij de allerlekkerste sushi. Dat was de eerste keer, maar later heb ik in Japan genoeg sushi gegeten die ook top was. Maar ik heb ook slechte sushi in Japan gegeten. Het belangrijkste vind ik toch de smaak en de samenstelling van de ingrediënten. Dus ik denk het moet goed smaken, het moet vers zijn. Vis moet vers zijn, de rijst moet goed zijn. Dat is denk ik het belangrijkste. Uit het onderzoek blijkt dat het niet best gesteld is met de hygiëne in all-you-can-eat sushi restaurants. Daarnaast verschilt de hoeveelheid rijst en vis die je krijgt per restaurant. Zo krijg je in het ene restaurant bijvoorbeeld maar 2 gram zalm en in het andere wel 5. Ook het smaakpanel was niet altijd even goed te spreken over de sushi. Ze wisten niet van welke restaurants ze de sushi proefden, maar dat het geen super deluxe sushi was, hadden ze snel door. Ik kon ermee door, maar de kwaliteit sowieso, sushi viel uit elkaar. Het was een beetje slordig qua opmaak met de rijst die aan de zijkant geplakt zat van de nori. Het was vers, de rijst was onderweg, maar was niet top. Als de rijst niet te vochtig is of niet te droog is, maar ook niet gekneden is. Dat is heel belangrijk. De rijst is echt het belangrijkste ingrediënt van alles. Ja, tonijn, zalm kunnen bij overal goede vis kopen. Maar rijst moet je echt weten. Dit was echt Hollandse doorsnee, hoor, dat sushi. Ik had het ook opgeschreven. Hoor, dit is zeg maar wat je eigenlijk in Nederland over het algemeen vaak door Chinezen of vaak door Hollanders gemaakt sushi. Dit lijkt me niet dat dit. Omdat we het niet weten, dit is geen sushi gemaakt is door Japaner. Als je de Nederlandse sushi, als je niet het verschil kent tussen hoe het in Japan is versus in Nederland, dan is het oké. Okay. Maar als je dat eenmaal dat verschil kent, hè, je hebt heel veel van die Japanse ketens, tussen aanhalingstekens Japans. Dat zijn vaak Chinezen en dat is allemaal een soort van fastfood. Ja, dat vind ik gewoon slecht. Maar als je echt een Japans goed restaurant opzoekt met echt een Japanse kok, dan is die kwaliteit zeker wel goed. Ik wil liever naar de sushi tentje door Japanners. En niet all you can eat, maar echt een rustig sushi tent. Die zijn iets duurder dan all you can eat. Maar ik wil liever 20 euro meer betalen om niet zoveel eten, maar wel rustig, mooie, kunsten sushi te eten. Wil je alle resultaten van het onderzoek? Lees dan de Consumentengids van september. Wil je meer weten over gezond en veilig eten? Kijk dan op onze site.